Goedemorgen allemaal. Super fijn om hier te zijn. Ik zat hier net en ik dacht bij mezelf, ja, ik voel me ook hier echt thuis. Wij zijn natuurlijk, voor degenen die ons niet kennen, Evie en ik zijn natuurlijk, we wonen in Oudewater en wij gaan vaak naar Oudewater, tegenwoordig wat vaker naar Alblasserwaard en Veenendaal. Maar elke keer als ik hier kom, dan voel ik me echt thuis en weet ik me verbonden met vele van jullie. Ja, ik ben er ook echt super dankbaar voor om hier te zijn. En ik geloof ook dat vandaag de Heer ook mij echt iets heeft gegeven om jullie mee toe te rusten. Dat is ook uiteindelijk mijn verlangen, dat ik jullie mag toerusten en opbouwen. En ik hoop ook dat de Heer dat vandaag gaat doen. En het thema staat al op de beamer. Ik wil met jullie gaan praten over de gaven van de geest. Dit is een superbelangrijk thema, niet binnen Living Waters, maar binnen de Bijbel. We zien dat er veel onderwijs over wordt gegeven in de Bijbel, de apostelen schrijven meerdere keren in de brieven onderwijs over de gaven van de geest. Hoe functioneert het? Waar is het voor bedoeld? Hoeveel gaven zijn er überhaupt? En dat is ook eigenlijk mijn verlangen. En Paulus begint erover te praten, met name tegen de gemeente van Korinthe. En hij begint in 1 Korinthe 12. We weten allemaal dat 12 tot 14 over de gaven van de geest zijn. Althans allemaal, de meeste van jullie zullen dat weten. En in 1 Korinthe 12 begint hij eigenlijk bij vers 1. En daar staat: wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, ik wil dat u niet onwetend bent. Dat is zoals hij begint. En wat hij daarmee niet wil zeggen, is: ik wil dat jullie weten hoeveel gaven er zijn en wat de gaven zijn. Want dat wist de gemeente van Korinthe wel, toch? Want de gemeente van Korinthe was eigenlijk waar de gaven misschien wel het meest van waren, als bij allemaal. Dus Paulus zegt: ik wil dat jullie niet onwetend zijn. Ik denk dat hij daarmee bedoelt: ik wil dat jullie weten hoe het werkt, wat het inhoudt en ook hoe je het kan toepassen. En dat is super fundamenteel, dat wij niet alleen begrijpen wat de gaven van de geest zijn. Hè. We weten, ik denk dat heel veel mensen weten, dat profetie, genezing, tongentaal. Het is belangrijk om te weten hoe de gaven, wat de gaven zijn, maar ook hoe ze werken. Het is als zijnde dat iemand jou een super mooi cadeau geeft, maar als er geen beschrijving bij zit hoe het werkt, dan kun je het of verkeerd gebruiken, of het gaat mis, of je beschadigt er iets mee. En Paulus die zegt: ik wil onderwijs geven zodat jullie gaan begrijpen hoe de gaven functioneren binnen de gemeente. Nou, daar heeft hij 3 hoofdstukken aan gewijd. Komt ook wat van over terug. Maar ik wil beginnen om eerst even uit te leggen: wat is nou precies de gave van de geest? En veel vertalingen noemen het genadegave. Dat is eigenlijk het woord wat God gebruikt voor gave in de geest. In het Grieks staat er charisma of charismata. En genadegave bestaat eigenlijk een woord uit 2 onderdelen: genade en gave. Nou, ik denk dat we allemaal wel weten wat genade betekent. En genade is iets wat iemand aan jou geeft waar je geen recht op hebt. Iets, een onverdiend geschenk omdat iemand van je houdt. Dat je zegt: dit is voor jou, ik geef dit, je hebt het wel niet verdiend, maar toch geef ik dat aan jou. Dus genade is iets wat je krijgt wat je niet verdient. En gave is gewoon een geschenk, een cadeau. En dat is uiteindelijk wat de gaven van de geest zijn. Het zijn cadeautjes die de Vader aan ons wil geven zonder dat we het willen verdienen, zonder dat we het verdiend hebben, om daar iets mee te doen. En de volgende vraag is: wat mee te doen? De ander te dienen. Dus dat is het bijzondere. God wil jou cadeautjes geven. Niet om te zeggen: ah, mooi, dank u Heer, die gaat ik in de kast zetten. Nee, hij wil jou iets geven om de ander mee te dienen. Met andere woorden, de gaven van de geest zijn zowel voor de ontvanger van de gaven als de ontvanger aan wie de ontvanger dat weer uitdeelt, een geschenk. En zo wil God ons allemaal op deze manier opbouwen. En zo wil hij ons vandaag de dag nog steeds, geloof ik, geschenken geven om een ander op te laten bouwen. En dat is superbelangrijk, want dat is de manier waarop God zijn gemeente wil bouwen. Nou, ik ga straks verder wat inhoudelijk hierop in. Hoe functioneert dat? Hoe kun je daarin gaan wandelen? Maar ik wil eerst met jullie even gaan kijken van: nou, voor welke periode zijn nou de gaven van de geest? Hè? Ik hoor van allerlei onderwijs hierover, binnen en buiten de gemeente, hoor je wel eens mensen zeggen, ja, ik kom wel eens mensen zeggen, ja, die gaven van de geest die zijn alleen voor met Pinksteren. Of na handelingen is dat gestopt. Of, maar hoe kijken we daarna als gemeente? Of althans, hoe zegt de Bijbel dat? En misschien denk je bij jezelf, ja, ik geloof dat het inderdaad voor de Bijbel was en ook voor nu, maar wist je dat de gaven van de geest er ook al waren in het oude verbond? Wie weet dat of wie weet dat niet? Het is misschien wel even leuk als check voor degene. Joël profeteerde
over het nieuwe verbond. In de dagen die zullen komen, zal God zijn geest geven op alle vlees. We leven nu in het nieuwe verbond, dus de gaven zijn nu op alle vlees. Maar in het oude verbond zien we dat God ook al zijn gemeente, zijn huis wilde bouwen door de gaven van de geest. En ik wil jullie meenemen naar een stukje uit de Bijbel in Exodus 35. Een stukje waarin we zien dat Mozes, de leider van Israël, van God de opdracht kreeg om de tabernakel te gaan bouwen. En dan komen we twee hele bijzondere mensen tegen. Althans, die mensen zijn niet bijzonder, maar de gaven die God hun geeft. En die twee mensen, dat zijn Bezaliel en Aholiab. Als je er wat meer van wil lezen, in hoofdstuk 33 of in Exodus 31, daar zie je dat God tegen Mozes vertelt, deze twee mannen ga ik roepen. En maar in Exodus 35... daar zien we dat deze mannen daadwerkelijk ook gaan functioneren in het bouwen van de tabernakel. En ik wil even met jullie gaan lezen uit Exodus 35. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis van en allerlei vakmanschap, om te ontwerpen, te bedenken, om dit uit te voeren in goud, zilver en koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten, om hout te bewerken. Dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Vervolgens staat er ook, hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om dit andere te leren. Hem, Aholiab, de zoon van Samach, uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met de wijsheid van het hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk. Met blauw-purperen, rood-purperen, scharlakenrode wol en fijn linnen. En dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen en bedenken. Nou, de Bijbel leert ons dus dat de Heilige Geest deze twee mannen het vermogen heeft gegeven om te gaan ontwerpen, speciale dingen te gaan maken, vakmanschap. En het is super fascinerend om te zien dat God zelf deze twee mannen deze gaven gaf. Hij heeft Mozes geroepen als leider en daar heeft hij hem ook voor bekwaam gemaakt. En vervolgens zien we in de Bijbel dat God Mozes tegen Mozes vertelt, deze twee mannen die ga ik gebruiken om samen met jou hetgene wat God aan Mozes heeft openbaard, het ontwerp is aan Mozes openbaard. En Mozes die kreeg twee mensen van God die God zijn gaven heeft gegeven om zo zijn huis te gaan bouwen. En het is interessant om te zien dat deze twee mensen super mooi, want uiteindelijk waarom heeft God dat gedaan? God wilde zijn tabernakel. God heeft altijd al een verlangen gehad om bij de mensen te wonen. Dat is altijd al Gods hart geweest. Hij wandelde met Adam in het paradijs en door de zondeval is er wel verwijdering gekomen tussen God en de mensen. Maar God is een God die altijd een verlangen heeft om met ons te fellowshipen, om een relatie met ons te hebben. En daarom heeft hij een volk uitgekozen en door de tabernakel wilde hij onder de mensen wonen. In een tabernakel. Maar God wilde niet zomaar een tabernakel, hij wilde een supermooie tabernakel, waarin met kunstwerk en goud en zilver en koper moesten allerlei dingen gemaakt worden. En niemand kon dat blijkbaar, totdat God twee mensen aanwees en die zalfde die met de gaaf van de Heilige Geest om dat voor hem te maken. En om anderen ook dat te leren, om dat te doen. Als ik als mens hierover nadenk, nu ga ik even menselijkerwijs denken, want ik denk dat wij heel snel geneigd zijn om menselijk te denken, dan zie ik die twee mensen voor me die dat hebben gekregen, en dan staat er ook nog bij dat ze andere mensen dit ook te gaven, om andere mensen dat te leren. Dan denk ik bij mezelf, waarom heeft God er dan niet gelijk 10 toegerust om die gaven te geven? Waarom heeft hij dat aan hun gegeven en heeft hij niet gelijk en moesten hun het ook weer de anderen leren? Waarom kon God in zijn goedheid niet gewoon veel meer mensen daarvoor aanstellen, zodat het niet alleen maar om die twee zou gaan draaien, bijvoorbeeld? En ik denk dat dit ook een sleutel is, want dit is menselijk denken wat ik doe en dat is heel gevaarlijk, want God is God en geen mens. Ik moet erkennen dat ik soms niet begrijp waarom God twee mensen uitkiest om het te doen en het om anderen te leren. Waarom God een leider aanroept. Waarom Mozes. God is een persoon en geen systeem. Dus God in zijn soevereiniteit bepaalt wat er gebeurt. Hij bepaalt wie hij wat geeft. In dit geval waren het deze twee mannen die dit ontvingen. Waarom? Waarom is geen vraag in het koninkrijk van God? Wij hoeven als mensen niet ons af te vragen waarom God dingen doet. Want God
is God en wij zijn mensen. En het is, ik denk dat dit al voor mij, maar voor heel veel mensen in het Westen al iets is. Ik wil begrijpen hoe God werkt. Nou, als het gaat om de gaven van de geest, het is bovennatuurlijk. En bovennatuurlijke dingen kan ik met mijn verstand sowieso niet begrijpen. Maar door geloof kan ik daar wel in gaan wandelen. En hier wil ik jullie als eerste in challengen. Als je wil gaan wandelen in de gaven van de geest, als je hier iets mee wil doen, dan moet je stoppen met je verstand uitschakelen en moet je je geest openen, want het werkt door geloof en door de geest van God en het is niet in menselijke wijs te benaderen. Net als dat we hier ook kunnen denken, ja heren, waarom deze twee personen? Waarom? Dat is God. God wilde iets en hij koos twee mensen. Maar God in zijn goedheid is uiteindelijk door het nieuwe verbond niet meer in een tempel of in een tabernakel gaan wonen, maar is in ons hart gaan wonen. We wonen tegenwoordig, God woont niet meer in een gebouw, maar in ons hart. Hij heeft ervoor gekozen door de geest, door de uitstorting van de Heilige Geest, om in ons te komen wonen. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat wij als mensen de tempel van God zijn. En dat houdt in dat hij zegt tegen ons allemaal, jullie zijn levende stenen waarin ik wil gaan wonen en mijn huis wil gaan bouwen. Dus het is fascinerend. Aan de ene kant zegt God, ik wil in jou komen wonen. Mijn huis is een tempel van God. Maar tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat ik maar één steen ben in een heel huis. Dus ja, God woont in mij, maar tegelijkertijd leert de Bijbel ons ook dat hij ons allemaal wil gebruiken als de volheid en een heel huis. Hier kom ik straks even op terug, want de Bijbel zegt dus, om dit even af te maken, God noemt het ook een lichaam. Een andere om te zien is een lichaam. En daarmee, 1 Korinther 12 spreekt ook over het lichaam. En zo kun je het beste voorstellen. De ene is de hand en de ander is de voet en de ander is de oor. En zo hebben we allemaal een taak en met elkaar vormen we het lichaam van Christus. En we hebben allemaal, zegt de Bijbel, geschenken. God geeft ons allemaal geschenken en met die geschenken vormen wij een gemeente en vormen wij het lichaam van Christus. Ga ik straks nog wat dieper in, maar ik wil eerst even met jullie gaan kijken. Weten jullie hoeveel gaven er zijn en hoeveel gaven er in de Bijbel te vinden zijn? Heb je een idee? Zijn het er 5, 10, misschien nog wel meer? 20, wie biedt meer? Het is belangrijk om te gaan kijken van als je aan de gaven van de geest gaat denken, waar denk jij aan? Tongentaal, profetie, genezing. Het zijn denk ik dingen die bij mij als eerste opkomen, maar je gaat je misschien verbazen dat er in de Bijbel gaven staan waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Zoals bijvoorbeeld deze twee mannen uit het Oude Verbond die vakmanschap kregen. Nou, ik wil met jullie even naar een lijstje kijken. Ik zeg niet dat het een volledige lijst is. Ik heb er 31 gevonden in de Bijbel. Geen volledige lijst, ik wil hem ook met je delen, dus hoef je geen foto van te maken. Maar ik wil ze even met elkaar doornemen en ik ga er straks een aantal uit highlighten, maar er zullen er vast bij staan waar je misschien nooit over nagedacht hebt. De eerste is genezing. De tweede, hulpverlening / administratie. Dienen, spreken in tongen. Uitleggen van spreken in tongen. Onderscheiding van geesten. Bemoediging. Evangelisatie. Geloof, apostelschap. Geven. Nou, wie wil die, zeg ik altijd. Ondersteuning, gastvrijheid, voorbeden, bidden door de geest, woord van kennis, leiderschap, over anderen ontfermen. Dan gaat hij eentje verder. Wonderen, zendeling, pastorale / herderlijke gaven, armoede / marteling ondergaan, profetie, dromen verklaren, visioenen, onderwijzen, fear of the Lord, ontzag voor God, woord van wijsheid, celibaat, artistieke gaven en vakmanschap. Daar hebben we het net over gehad. En misschien, als je dit lijstje kijkt, dat je denkt bij jezelf, hè? Ik wist helemaal niet dat geven of leiderschap of dienen of ontferming over anderen ook gaven van de geest zijn. Maar het zijn het wel. Het gaat er uiteindelijk om dat God jou iets wil geven wat je nu niet heeft. En ik geloof dat dit lijstje is wat we in de Bijbel kunnen vinden, maar God kan jou ook mogelijk een gave geven die je nu niet hebt om de techniek aan te sluiten of andere gaven om deze gemeente te laten draaien. Om een voorbeeld te geven, techniek.
In de Bijbel hadden ze nog geen microfoons of techniek, maar als spreker weet ik hoe belangrijk geluid is. Als het geluid niet lekker staat, als het geluid echoot, vind ik het super moeilijk om het te concentreren. En als het geluid te hard staat, irriteert het jullie. Als het te zacht staat, kan je me niet verstaan. Dus techniek is een middel om dat wij gebruiken. En ik geloof dat God zomaar iemand een bovennatuurlijke gave kan geven om dit te verbeteren, om dit werk werkzaam te krijgen. Een mooi getuigenis dat ik ken uit mijn eigen leven is mijn kapper. Ik heb een kapper, die zit in een andere gemeente waar ook de gaven van de geest functioneren. En toen die gemeente net geplant was, hadden ze in het worship team een tekort aan muzikanten. En er was eigenlijk amper worship. En toen hebben ze letterlijk voor gebeden, heren, is er iemand die u wil aanwijzen om voor te bidden, zodat we die gaven kunnen. En die gozer Nathan heet die, hij zegt, dat wil ik wel. En hij is voor hem gebeden. En hij ervaarde dat God hem op dat moment wil geven. En de leiders van de gemeente hebben hem geld gegeven. Zeg, ga maar naar Utrecht, naar de muziekwinkel en koop maar een muziekinstrument. En hij liep die winkel in. Waar gebeurt het verhaal? Hij pakt een gitaar en hij begint erop te spelen. En die eigenaar van die winkel die zegt, joh, hoe lang speel jij al gitaar? En hij zei, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een gitaar in mijn hand heb. En hij speelt nu nog steeds in het worship team. Dus een werkelijk waar gebeurd verhaal. En hij kon gelijk getuigen over God die hem iets heeft gegeven. Waarvan hij in geloof is gaan uitstappen. En op die manier ontving hij de gave om gitaar te spelen. Basgitaar, gewone gitaar. Hij is een super goede gitarist. Heeft nooit lessen gehad, maar God heeft hem die gave gegeven. En zo werkt uiteindelijk God nog steeds. Hij wil zijn huis bouwen. Hij wil zijn gemeente bouwen. En er zijn allerlei taken in dit lichaam nodig. Het is niet alleen een spreker en een paar mensen die muziek. Je wil niet weten wat er nodig is om een gezonde gemeente te bouwen. Nou, Paulus was ook een man die had heel veel gaven van de geest. Maar hij leefde ook in een bijzondere tijd. En een van de interessante gaven die hij bijvoorbeeld had is celibaat. Ik weet niet of je die in het rijtje hebt staan. Maar celibaat is eigenlijk de kracht om zonder partner te leven. Zonder dat het een mega last is. Want het is moeilijk om soms allemaal alleen te zijn. Zeker, hè, Paulus. Ik kan me voorstellen dat iedereen kan heel erg verlangen naar een man of een vrouw. Maar God kan door de Heilige Geest dat verlangen uit je nemen om juist te doen wat jouw taak is op dat moment. Ik wil even met jullie gaan lezen 1 Korinthe 7 waar Paulus dat vertelt. En dan praat hij ook over het huwelijk en over onthouding eventueel binnen het huwelijk. En er staat, onttrek u niet aan elkaar. Even plat gezegd, zorg dat je niet te lang geen seks hebt. Want jullie stappen middenin, dan leg het even duidelijk uit. Behalve dan met onderling goed vinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Dat zegt hij dus. En dan zegt hij, kom daarna weer bij elkaar, opdat Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dus eigenlijk zegt hij zelfs in het huwelijk, als je vast, hè, als je getrouwd bent, zorg dat je niet te lang, want het is super moeilijk. Maar dan zegt hij, dan vervolgens zegt hij, dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel, want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De ene op deze wijze, de andere op die andere. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Dus Paulus zegt eigenlijk met andere woorden, ik zou wel willen dat jullie allemaal die gave van, hij noemt het dan niet letterlijk celibaat, maar dat jullie alleen kunnen blijven. Maar als je dat niet kan, is het goed om te trouwen. Nou, Paulus had natuurlijk niet alleen deze gave, hij had ook apostelschap. En in Handelingen 19 zie je dat hij ook een mega genezingsgave had, waarin zelfs zijn zweetdoek, hij hoefde er niet eens bij te zijn, maar zelfs zijn zweetdoek was in staat, althans God was in staat om zijn zweetdoek te gebruiken om daardoor mensen te genezen. Dus Paulus zou je kunnen zeggen, die had mega veel van de gave van de geest. Maar je zou bijna zeggen, hij had alles. Hij was denk ik ook een goede leraar. Maar ik denk ook dat de situatie waar Paulus was, is dat hij als zendeling, als apostel, vooruit ging. En het punt waar hij was, er was nog geen gemeente. Dus de gaven, er waren nog geen mensen met de gaven van genezing, met de gaven van. Dus God koos Paulus en gaf hem heel veel van die gaven om iets open te breken, zodat er nieuwe gemeentes kwamen. Het was een seizoen waar God bepaalde mensen superveel kracht heeft gegeven. En uiteindelijk is het evangelie door Paulus zo de wereld ingegaan. Maar uiteindelijk legt Paulus ook uit, het gaat niet om één persoon, maar het gaat om het lichaam waarin we allemaal functioneren in die gaven. En Paulus is ook degene die er veel onderwijs over geeft. En ik wil ook nog heel even met jullie kijken naar Romeinen 12. Dat is een andere gemeente, een andere brief. En in Romeinen 12 zegt Paulus ook iets over de gaven van de geest. En in dit stukje noemt hij er onder andere al 7. Maar het is ook belangrijk de context wat hij daaromheen zegt. Want hij zegt, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus.
maar aan ieder afzonderlijke leden, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het is een genadegave onderscheiden naar wat God jou of mij heeft gegeven. Het zij profetie naar mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. En wie uitdeelt in oprechtheid geven. Wie leiding geeft met inzet. En wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En het is super belangrijk om je te realiseren dat Paulus hier beide noemen van de gaven drie dingen eigenlijk zegt. We hebben niet allemaal dezelfde gaven. We zijn afzonderlijke leden in een lichaam. En ik weet van mezelf dat ik daar wel eens mee geworsteld heb. Als ik bijvoorbeeld iemand zie voor genezing bidden en die persoon geneest, of ik zie iemand die heel krachtig in profetie wandelt, word ik wel eens onzeker dat ik dan denk bij mezelf, ja, ben ik dan wel of geen kind van God? Waarom heeft hij zo'n anointing als die aanbidt? Waarom? Zo kunnen we denk ik allemaal als mensen wel eens onzeker worden als je een ander in zijn gaven ziet functioneren. Maar ik denk dat het super belangrijk is dat we ons allemaal mogen realiseren. We zijn allemaal kinderen van God. We hebben allemaal een unieke eigen gave. En het is sowieso niet goed als hand om te zeggen, waarom ben ik geen voet? Of als oog, waarom ben ik geen nier? De ene is het een en het ander zegt de ander, zegt Paulus heel duidelijk. Naar de genade, het gratis geschenk wat God jou heeft gegeven. In 1 Korinthe 12, ga ik weer even terug naar 1 Korinthe 12, zegt Paulus eigenlijk bijna hetzelfde. Hij zegt, samen bent u het lichaam van Christus. Kunnen we dat één keer met elkaar zeggen? Samen zijn wij het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk is een lid. Wij zijn allemaal afzonderlijke leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezing, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms alle apostelen? Zijn ze soms alle profeten? Zijn ze soms alle leraren? Zijn ze soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezing? Spreken zij soms alle in talen? Zij zijn soms alle uitleggers. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die nog alles overtreft. Het is super belangrijk dat als wij na gaan denken over de gaven van de geest, dat wij dat altijd doen in de context van het lichaam. Er zijn drie belangrijke plekken waar de Bijbel spreekt over de gaven van de geest. En dat is Efeze 4, Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 tot 14. En in alle drie de passages haalt Paulus de vergelijking met het lichaam aan. En dat is super belangrijk om dat in je hoofd te houden, om je te realiseren dat jij maar een onderdeel van het lichaam bent. Jij bent niet Jezus. Jezus is het hoofd en hij brengt ons alle bij elkaar, omdat hij van ons een gemeente wil bouwen met levende stenen. En ik zal je vertellen, als ik alle gaven had, als ik hier degene was die kon spreken en vervolgens ging ik daarna de aanbidding leiden en daarna moest er gebeden worden, ging ik bidden en iedereen viel op de grond en iedereen werd genezen. Weet je wat het dan? Dan wordt het de gemeente van Peter. Maar als iedereen in zijn gaven gaat wandelen, dan wordt het de gemeente van Jezus. Want ik weet wat ik kan, maar ik weet ook wat ik niet kan. Als je mij laat zingen, ik kan niet zingen. Ik kan geen muziek maken. Ik ben heel slecht in administratie. Maarten is supergoed in administratie. En wij zeggen thuis wel eens met een gekke bek, als Maarten bij ons binnenkomt en die zegt, ik ga naar een andere gemeente, dan zeggen wij, waar gaan we heen? Want ik weet, ik kan niet zonder de gave van Maarten, want hij heeft wat ik al helemaal niet heb. Maar Maarten denkt dat waarschijnlijk ook over mij, want hij denkt bij zichzelf, ja, ik weet hoe ik de structuur kan maken, maar de visie en al die dingen, die heeft God aan Peter gegeven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Maarten, maar ik moet denken aan Wim die de administratie doet. En nou, zo kan ik nog de financiële administratie, zo zijn er natuurlijk nog zoveel mensen, de worship, er zijn zoveel dingen die ik niet kan en gaven die ik niet heb. En nog niet. Misschien dat God het mij nog wel meer wil geven. Maar ik geloof eerder dat hij jullie meer wil geven op dit moment dan dat hij mij meer wil geven. Ik sta open voor meer. Maar God wil, ik denk dat de meest gezonde gemeente is een gemeente waar alle mensen functioneren
in hun gaven. Alleen dan krijgt Jezus de glorie. En op het moment dat het gaat om one man on the stage, iemand die een supersterke gave heeft en die dat alleen maar gebruikt om in het middelpunt van de gemeente, die gaat functioneren als Jezus. En dan wordt het heel snel de gemeente of de bediening van die persoon. Maar Jezus wil dat hij de grootste plek krijgt. Want het gaat uiteindelijk om hem. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is de gever, hij is de oprichter, hij is alles. En zonder hem kunnen we niets. Maar het is wel belangrijk, wij kunnen niet zonder hem. En hij kan ook, hij kan wel iets zonder ons, maar hij kiest ervoor om ons wel te gebruiken. En het is super mooi om te zeggen, God kan niet zonder ons. Klinkt super nederig, maar hij heeft ons wel gekozen om iets met ons te doen. Dat is zijn plan. En als wij dat niet gaan zien en daar niet in gaan wandelen, dan missen we eigenlijk wat God voor ons en voor de wereld heeft. Efeze 4 spreekt ook heel veel over de gaven. Ik wil er één vers uit highlighten. Daar staat, van hem uit, Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die over ondersteuning geeft, over de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Wat staat hier? Van hem uit, dus het komt van Jezus. Het komt van Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd. God heeft jou, Jezus heeft jou hier gebracht. Het komt van hem, jij komt van hem door zijn verlossing. De gaven komen van hem en zo worden we door hem bij elkaar gehouden. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Met andere woorden, als jij hier bent als een lichaamsdeel en je bent niet werkzaam, dan heb je eigenlijk een soort lichaam dat zich zo verplaatst. Met een dood been of met een dood arm. En niemand vindt een lichaam waar dode ledematen aan hangen aantrekkelijk. En ik geloof als mensen in deze gemeente komen waarin iedereen in zijn gaven wandelt, dat je een supergezond lichaam kan zien waar Jezus het hoofd van is en waar mensen zullen erkennen dat Jezus Heer is. En het feit dat jij hier bent, betekent dat God een plan met jouw leven hebt. Het feit dat jij hier bent, betekent dat God jou in wil zetten op een bepaalde manier. En misschien weet je nog niet eens hoe of wat en waarmee. Maar God, je kan niet zeggen dat het zijn plan niet is. God heeft jou hier gebracht om naar mij te luisteren. Ja, nu mag dat even. Maar jij bent hier niet om naar mij te luisteren. Jij bent om een plekje te vervullen in zijn lichaam. En het zou super jammer zijn als jij dat persoon bent die Jezus lichaam als gedeeltelijk verlamd zou laten zien. Ik denk dat het echt super verdrietig is als je realiseert dat jij eigenlijk hier als een consument doet. Je hebt geen enkele bijdrage. Dan maak jij het lichaam gedeeltelijk verlamd. En ik denk dat niemand dat wil. En Jezus ook niet. En daarom begint Paulus hoofdstuk 14 erna en dan zegt hij, jaag de liefde na. Dat staat er in 13, maar hij zegt, streef naar de geestelijke gaven. En vooral dat u mag profeteren. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat streven is. Als ik ergens naar streef, met andere woorden, dan doe ik super mijn best. Als iemand zegt, dat is echt de strever. Dat is iemand die echt super zijn best doet. En Paulus nodigt ons uit en zegt, streef naar de geestelijke gaven. Oftewel, doe er alles aan om ze te krijgen. En misschien denk je dan wel, hoe dan? Dat is een goede vraag. Hoe dan? Hoe krijg ik die geestelijke gaven? Nou, sommige heb je misschien al en sommige kun je nog ontvangen. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat God op dit moment super bovennatuurlijke dingen wil doen, want het is bovennatuurlijk. Hij kan jou, als hij daarvoor kiest, in één keer een cadeautje geven en dan sta je dan met je cadeautje en dan mag je daarmee de gemeente te gaan dienen. En ik denk, simpelweg hoe het werkt, het eerste wat we mogen doen is gewoon vragen. God is God, maar hij is ook vader. En zoals mijn kinderen zo vaak naar me toe komen, papa, mag ik, nee, ik denk alle vaders beginnen te lachen, zo werkt het bij kinderen, maar God heeft ons in relatie met hem gebracht en hij zegt, ik ben een goede vader. En in Lucas 11 spreekt Jezus daar ook over en hij zegt, als aardse vaders ons al een brood geven, als we daarom vragen, als aardse vaders geven geen steen als wij om een brood vragen. Aardse vaders geven hun kinderen geen slang als ze om een vis vragen.
En dan gaat Jezus verder. Hoeveel te meer zal God zijn Heilige Geest niet geven als wij erom vragen? Als jij ernaar verlangt, omdat Jezus jou gered heeft en om dit lichaam geplaatst heeft om hier aan mee te bouwen, kun je simpelweg aan God vragen, Heer, wat is mijn plek? Heere, welke gaven heb ik überhaupt al van u ontvangen in mijn natuur, in wie ik ben? Maar wilt u misschien ook nog iets bovennatuurlijks doen? Wat wilt u doen? Waar kunt u mij voor inzetten? En soms weet je het niet, maar het kan ook op andere manieren, door bijvoorbeeld handoplegging. Paulus herinnert Timotheus eraan in 1 Timotheus 4 vers 14. Daar zegt hij, veronachtzaam de genadegave niet die u is gegeven door profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Dus ik stel me dat voor dat toen Paulus uitgezegend was, dat de oudsten hun handen op hebben gelegd, over hem geprofeteerd hebben. En dat Paulus zegt, vergeet dat niet Timotheus wat er over jou geprofeteerd is. En ik denk dat we dat ook gewoon simpelweg in onze gemeente kunnen toepassen. Hier naar de dienst of op de lijfgroep. Vraag aan de mensen, wat zie jij in mijn leven? Laat mensen over je profeteren, handen opleggen en bid voor de invulling van de Heilige Geest en voor de gaven die vrijgezet worden. En profetie is zoiets moois. Paulus zegt niet voor niets en vooral voor profetie. Want profetie, dat bouwt ons op. Profetie laat ons zien wat God voor ons heeft. En ik geloof ook echt dat profetie levens kan veranderen. En ik kan daarvan getuigen, mijn leven is veranderd door profetie. Toen ik in november 2019 in Kaapstad was, heeft Andrew Shelley over mij geprofeteerd. En dat is de reden dat ik nu in geloof sta waarin ik nu bezig ben. Andrew profeteerde over Eefje en mij, ik zie het nu. God heeft jullie geroepen om een gemeente in Nederland te planten. En in het natuurlijke was dat niet zichtbaar. Ik heb geen theologie gestudeerd. Ik had de gaaf van de geest nog niet ontvangen. Ik had eigenlijk helemaal niks om mezelf te kunnen kwalificeren. Maar wat ik had is dat God door zijn geest tot mij sprak. En ik had wel geloof. Ik had geloof en Eefje had ook geloof. En we zeiden, ja, we gaan het gewoon doen. Ook al kunnen we dat niet. Want God roept de onbekwame en hij maakt bekwaam wie hij roept. Dus wij zijn gewoon gaan wandelen in onze roeping. En ik weet dat God me wel de gave heeft gegeven van leiderschap. Dat zit gewoon in mij, in mijn natuur, om het zo maar te zeggen. Dat was ik ook al voordat ik Jezus volgde, was ik al een leider, om het zo maar te zeggen. Alleen dan op mezelf gericht. Ik was bezig met het verzamelen van geld en het leiden. Ik gebruikte mijn gaven verkeerd, maar leiderschap had God mij al gegeven. Maar spreken, absoluut spreken en onderwijs, nou even is mijn bevestiging, ik kon niet spreken. Ik had letterlijk plankenkoorts, dus ik weet nog dat Eefje letterlijk zei, ik kan niet geloven dat ik misschien wel de rest van mijn leven naar jou moet luisteren. En het is niet zo dat ik een kneus was, maar ik wist gewoon wat ik wel kon en wat ik niet kon, weet je. Ik wist gewoon spreken, ik wist ook gewoon in het verleden dat ik gewoon wel eens een keer of voor mijn bedrijf een woordje moest doen of zo, of in de hervormde kerk de afkondigingen moest voorlezen. En letterlijk, als ik de afkondigingen moest voorlezen, dan kon je mijn broek zien trillen van, en het is geen grapje, maar bij Gods genade ben ik het gewoon gaan doen. Ben ik erin uitgestappen in geloof, ben ik gaan spreken en heeft God mij veranderd tot wie ik nu ben. En ik geloof dat hij daar ook in verder wil. Want één ding die belangrijk is, je kan wel geloof hebben, maar als je er niet mee gaat wandelen, als Nathan niet naar die muziekshop was gegaan, snap je het super mooi om te ontvangen, oh Heer, ik geloof dat u wat met mij wil en vervolgens ga je naar huis en je doet er niets mee. Maar we hebben geloof nodig om er iets mee te doen. En dat is de laatste van de drie dingen waar ik jullie wil aanmoedigen. Dus de eerste is vragen, de tweede is profetische woorden en iets ontvangen in geloof, maar het allerbelangrijkste is denk ik ook uitstappen. Oké, God, ik geloof dat u mij hiervoor gaat gebruiken en ik ga het gewoon doen. En dat zou misschien niet gelijk, mijn eerste preek was anders als de preek die ik nu preek. Mijn eerste preek was helemaal niet goed, maar veel beter al als ik had verwacht. Eefje en ik waren verbaasd hoe het nog ging. Ik dacht, wow, en dat bouwde mijn geloof om het nog een keer te gaan doen. En op een gegeven moment merkte ik ook gewoon soms dat ik niet eens de mooiste woorden sprak, maar dat de kracht van God op mijn woorden kwam. En dat was veel meer powerful dan een technisch goede preek. Maar het gaat uiteindelijk om dat God jouw gaven gaat gebruiken, want het is de Heilige Geest die vanochtend iets moet doen en niet mijn technisch inhoudelijk goede preek. En dat kan ik alleen maar door geloof bereiken. Romeinen 12 vers 6 en 7 staat, nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie naar de mate van het geloof. Dus het geloof dat jij hebt in de gaven die God jou gegeven, gaat ook bepalen hoe je erin
gaat wandelen. Het geloof dat God jou geeft en je daarin uit gaat stappen en het gaat doen, gaat bepalen dat jij gaat groeien en dat God jou wil gaan gebruiken in zijn koninkrijk. De Bijbel leert ons ook, zonder geloof kunnen wij God niet behagen. Dus als wij niet iets in God, ik geloof ook echt dat God ervan geniet. Als je God, ik heb geloof, dit is een profetie over mijn leven en ik ga daarin wandelen. Ik geloof dat God ervan geniet, de dingen die wij momenteel aan het doen zijn. En dat we gewoon elke keer zo afhankelijk van ons zijn. Want ik kan niet kijken naar mijn kwalificaties. Ik had geen kwalificaties. Dus ik heb continu naar God moeten kijken en dat moet ik nog steeds. En ik merk dat elke keer als God mij in een positie zet waarin ik denk, Heere, ik kan het niet, dat ik opnieuw afhankelijk van hem moet gaan worden en opnieuw uit moet gaan stappen in geloof. En ik weet nog dat er momenten zijn dat ik tegen Eefje zei, Eefje, ik geef het op. Dan zegt Eefje, dat kan niet, want God heeft jou geroepen, we gaan gewoon door. Dus hou die woorden vast waar je geloof voor hebt gevonden. En blijf volhouden, het is niet altijd makkelijk, maar God wil in zijn goedheid ons als een gemeente gebruiken waarin we allemaal in geloof blijven wandelen en waarin we elkaar blijven opbouwen en waardoor Jezus zichtbaar gaat worden doordat iedereen daarin functioneert. Nou, nog een aantal kleine dingen om af te ronden. Zijn de gaven alleen bedoeld voor binnen de gemeente? Nee, de gaven zijn ook bedoeld voor buiten de gemeente. We zien de grote opdracht en de gemeente zijn beide Gods plan. De gemeente is plan A, zoals God het heeft bedoeld, maar de grote opdracht is eigenlijk wat samenwerkt. Je kan de grote opdracht, het evangelie verkondigen en de gemeente niet los van elkaar zien. Want Gods verlangen is niet dat wij een klein clubje blijven. God heeft de gemeente ervoor gekozen om zich bekend te maken aan de wereld. En daar gebruikt hij allerlei gaven voor. En als wij, ik geloof zeker dat als evangelisatie gaat gebeuren, als wij uitreiken naar plekken waar mensen Jezus niet kennen, dat dat juist de plek is waar God ons een woord van kennis wil geven. Dat God juist ook door genezing, wonderen en tekenen zichzelf wil openbaren, zodat Jezus bekend wordt. Mensen krijgen een aanraking met God en vervolgens komen ze bij de gemeente, waarin de leraren ze de doctrine leren, waar de herders, waar gastvrijheid, waar liefde, noem het allemaal maar op. Dus evangelisatie is een van de gaven waar je heel praktisch is een van de dingen waar je heel praktische gaven van in kan zetten. Gastvrijheid was ook een gave. Open je huis voor een ongelovige. Laat ze kennis maken met het evangelie door gewoon de gave van gastvrijheid. En misschien zeg je wel, ja, maar ik ben helemaal niet zo gastvrij. Nou, dat is precies waarvoor je er kan vragen. Heere, help mij om mijn huis open te stellen. Help mij om die witte bank los te laten en dat als er mensen komen, help mij om mijn huis open te stellen, om te sterven aan mijn spulletjes, zodat ik meer van mensen hou als van spullen. En zo groeien wij in het dienen van Jezus. Ik wil afsluiten met de liefde. Willy zei het al op de bevrijdingspastoraatcursus, zonder liefde is het niets. Het is super interessant om te zien dat je hebt 1 Korinthe 12, 13 en 14. En precies tussen 12 en 14 staat hoofdstuk 13 over de liefde. En ik geloof niet dat Paulus in hoofdstuk heeft geschreven, maar met andere woorden, precies in het hele stuk wat hij schreef over de gaven, legt hij heel duidelijk uit, liefde is de basis. Liefde is het fundament. Als het jou gaat om te laten zien dat jij degene bent die de profeet is, of als jij degene bent die hier op het podium staat, dan gaat het om jou en krijg jij de glorie. Maar de Heer Jezus zegt, de gaven zijn om jullie te dienen, om de ander te dienen. Dus het gaat bij de gaven nooit om jezelf, maar altijd om de ander. Dus check je hart voordat je vraagt aan God om de gaven te ontvangen. Ben je bereid om het ook aan de ander te geven? Of wil jij gaven, misschien wel als een bevestiging van je geloof? Of misschien verlang je er wel om meer zichtbaar te worden binnen de gemeente? Maar dan draait het om ons en de eer van mensen. En dat is een super gevaarlijke plek. Als wij bezig zijn met onszelf, dan zal Jezus nooit de eer krijgen. En ik moest denken, toen ik hier aan dacht, moest ik denken aan Johannes 5, vers 44. Daar zegt Johannes, hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en de eer van God niet zoekt. Hoe kun je geloven als je de eer van elkaar aanneemt en niet de eer van God zoekt? En het is super belangrijk dat voordat wij in de gaven gaan opereren, dat Jezus onze vervulling is.
dat wij ons hart hebben laten vullen met de liefde voor Jezus. En dat het verlangen om in de gaven te wandelen is als een respons op het reddende werk van Jezus. Als een respons op dat ik zeg, oh, ik wil Jezus volgen. En de Bijbel leert mij God liever boven alles en de naaste als onszelf. Ik wil jou dienen, Leendert. En daarvoor wil ik mijn gaven. Of ik wil jou dienen, Remco. En zo wil ik hier staan. Ik wil hier niet staan omdat ik de leraar dat iedereen straks naar mij toekomt. Oh, goed gedaan, Peter. Ik wil jou dienen. Ik wil jou helpen om meer op Christus te lijken. En tegelijkertijd zijn we allemaal onderweg. Tegelijkertijd ben ik nog steeds een mens. En als we naar huis rijden en Evie zegt tegen mij, ik vraag, hoe was je mijn preek? En ze zegt, ja, die vorige was beter. Dan gebeurt er iets in mij. En dan weet ik, oh ja, een stukje Peter, dat uiteindelijk dood moet gaan. Dus als je merkt dat je nog worstelt met jezelf, geef jezelf alsnog in de gaven, maar leer ook jezelf dat het niet om jou gaat, maar om de gaven. Tegelijkertijd wil ik je aanmoedigen om het je niet te laten weerhouden, want uiteindelijk niemand is nog zo heel als Jezus. Maar hij wil ook dat gebruiken om mij weer te helpen, dat als ik weer voor mezelf sta te preken, of een stukje van mezelf, om dat er ook weer af te krijgen, zodat ik weer meer op Jezus gaat lijken. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Maar de liefde is zo belangrijk. Zonder liefde, zegt 1 Korinthe 13, is het niks. Het is als een hol geluid. En liefde, Galaten 5 spreekt als liefde over een vrucht die moet groeien. Maar tegelijkertijd is liefde ook door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. Romeinen 5 staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven hebt. Dus met dat je tot geloof kwam en je de Heilige Geest hebt uitgestort, heb je die liefde van God ontvangen, zowel van God als voor de ander. Die liefde, die niet op onszelf gerichte liefde, is het fundament van alles wat we doen. Liefde die niet op onszelf gericht is. Liefde zoals Jezus van ons hield. Die geduldig is. Die vriendelijk is. Die niet jaloers is op andere gaven. Een liefde die vergeeft. Als liefde hier niet is, zal de wereld niet zien dat Jezus leeft. Als hier geen liefde is, dan draait het om onszelf. En dat zal de wereld proeven. Maar als wij hier een zelfopofferende liefde van Jezus, die vergeeft, die zichzelf niet centraal stelt, die de ander dient, dan zal de wereld zien dat Jezus werkelijk leeft. De Bijbel leert ons niet dat het is de gave die ons laat zien dat Jezus leeft. Het is de liefde. En daarmee sluiten we de gave niet uit. Maar de gave zonder liefde is niks, zegt Paulus. Het gaat om liefde. Johannes 13 wil ik mee afsluiten. Daar staat, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Jezus is het grootste geschenk dat we van God hebben gekregen. Jezus is degene waarvoor we zijn. Jezus zelf is het hoofd van de gemeente. Hij is het geschenk dat hij heeft gegeven om ons kinderen van God te maken. En daarnaast geeft hij ons nog geschenken. Hij geeft ons nog meer genadegaven. Nog meer om elkaar te dienen en het lichaam van Jezus zelf hier zichtbaar te maken op aarde. Het is zijn verlangen dat wij ons hier naar uitstrekken. Het is zijn verlangen dat wij hier als respons op onze redding voor in gaan zetten. Niet omdat het moet, maar omdat we liefde hebben voor Jezus en ook voor andere mensen. Omdat wij een verlangen hebben dat andere mensen ook kennis gaan krijgen van Jezus. En het is Gods plan om de gemeente daarvoor te gebruiken. Het is Gods plan om zijn lichaam te gaan gebruiken, zodat het hier niet om mij of jou gaat, maar om Jezus. En dat dit een plek mag zijn waar liefde is, waar herstel zal komen,
waar we mensen zullen gaan dopen, waar mensen gedoopt worden met de Heilige Geest, waar mensen gedoopt worden met de gaven, zodat we hier Jezus als hoofd van deze gemeente zullen verhogen. En ik hoop dat na mijn preek je misschien iets in jou is aangewakkerd dat zegt, ik wil me ook gaan inzetten voor zijn gemeente. Ik verlang ernaar om ook een geschenk van God te krijgen naast zijn redding die al genoeg voor ons is. Om mee te bouwen met deze gemeente.